Goedenavond, dames en heren. Welkom hier in dit muziekcentrum, zal ik maar zeggen, van de gemeenschap Soest. Is het vanavond even uit? Het is een echte muziektempel geworden. Beloven een prachtige avond te weren. Ik hoop natuurlijk dat je met de muziek amuseert, maar dat ga ik niet vernoemd. En ik moet al direct zeggen, als er nog plaatjes, dan mag je dansen weer. Toch, lekker met, als er natuurlijk ruimte is. Je hebt natuurlijk het eerste nummer herkend in de Year Tonight van Phil Collins. En hij is me gevraagd om even te vertellen over de drumband. Dat zal ik ook doen, dan moet ik even af en toe spieken. Maar ik mag in ieder geval beloven, het wordt een prachtige avond met geweldige artiesten. En wat ik daar persoonlijk fantastisch aan vind, dat al die artiesten uit Münster gedaan komen. Dat is toch gewoon geweldig. Maar even beginnen. Ja, dat is wel even een applaus weer. De drumband is 1957, is onderdeel van Fanfare Juliana opgericht. En ze heeft veel klinkende concourssuccessen, onder andere het Lippenskampioenschap in 2013 met Lof van de Jury gewonnen. In mei 2014 is het idee geboren om een concert te organiseren met George McRae. En ja, dit is nogal het tweede. En het eerste, dat er was snel bijeengeraapt. En in april 2015 heeft er al plaatsgevonden. Het was toen een spetterend optreden met als in de hoofdrol George McRae. Maar vanavond zijn er ook nog een paar andere artiesten die voor u zullen optreden. Sinds 1971 steekt deze drumband, of beter gezegd percussie ensemble, want laten we eerlijk zijn, als we dat hier zo zien, dat is helemaal gewoon een drumband. Want ik ken een drumband alleen maar met drummeltjes die over de straat lopen. Maar dit heeft er echt een andere naam verdiend. En dat is dus het percussie ensemble, of wie hun zeggen, een percussiegroep van de Fanfare Juliana. Nou, wie nemen ze deze avond? Rock Your Drums. En ik kan niet helemaal verklappen dat al de arrangementen die vanavond gespeeld werden, hebben eigen lui geschreven. En dat is ook de muzikale leider die daar heel veel werk in geduwd heeft als hoofdarrangeur, waar dat Riet Dolz en zijn zoon Richard Dolz. Ja, en nu, dames en heren, gaan we het eerste instrumentale nummer horen van het percussie-ensemble, van de percussiegroep. En daar heeft Riemig het tekst bij opgeschreven, omdat het geheel ook het straks beter begreep. Ik zal dat straks het bijtje even erbij pakken om de tekst dan voor te lezen. Dit, in 1954 geschreven stuk, is in de speelfilm Deliverance, wordt 1972 geroemd en hierdoor pas echt bekend geworden. In die film gaat het over veerstadslui die met een plot de Kahoolawe-zeerivier afgaan in de regio Georgia in South Carolina. Ze komen in een gebied waar kajoens leven. Dit zijn Frans-Canadese kolonisten die in het begin van de 18e eeuw uit Canada gevlucht waren en niet in de Amerikaanse maatschappij konden integreren. Terug naar het liedje. Wie ik al eerder vertelde, is het enige stuk voor twee banjo's. Dat wordt toegespeeld op vibrofoon en xylofoon. Het gaat over twee jongens die allebei achter hetzelfde meisje aanzitten. Dat meisje kent dan neemkezen, waardoor de jongens allerlei trucjes verzinnen om op dat meisje in de smaak te vallen. Deze trucjes zijn duidelijk in een stuk te horen. Eén jongen zin kent en de andere zegt, dat ken ik ook. En zo ontsteed de muzikale weg om dat meisje. Aan het eind van het stuk komt er een driede jong bij met een fantastische truc en de meidje kiest natuurlijk voor de driede jong, waardoor de eerste twee het nakieken hebben. Luister en kijk naar Joling Banjo, maar vanavond terug Joling Mellets.
dames en heren. En de solisten waren op vibrafoon Rick Kuppen en op xylofoon Johan Vazen.